Met een wattenstaafje is ze bezig op een werk van Albert Cuyp, 450 jaar oud. Litwien Speleers. Zij restaureert riviergezicht met koeien en herders. Ja, ik verwijder het vergeelde vernis. Dat gaat makkelijk, zo te zien. Nou, ik heb natuurlijk gezocht naar iets waarmee het makkelijk gaat. Ja. Want hoe moeilijk is het? Bij elk schilderij is het weer anders, hoe het vernis reageert op de oplosmiddelen. Dus je moet altijd even zoeken welk werkt voor dit schilderij het beste. Hoe weet je nou zeker dat je alleen de vernis eraf haalt en niet de verf beschadigt? Ja, in het begin werk ik echt onder een microscoop om dat te kunnen zien. Maar nu, inmiddels heb ik natuurlijk al een heel groot stuk gedaan, weet ik dat het in de lucht gewoon supergoed gaat. Dus nu durf ik het gewoon zo te doen. Het is echt een soort ontdekkingsreis. Zo. Je wordt nog verrast? Ik word zeker verrast, ja. Tijdens de Cuyp-hype, zo'n 150 jaar geleden, zijn bijna alle Cuyps naar Engeland gegaan. Razend populair was Cuyp in Engeland. Deze dus ook. Ja. Want deze is van een Engelse graaf, hè? Ja, deze is van de Earl of Harrowby. En dat is sinds 1760 in zijn familie. Dat was eigenlijk een beetje het begin van die Cuyp-rage in Engeland. Die mensen op die landhuizen, die hielden natuurlijk van jacht en vee en paarden. Dat was hun werkelijkheid, dat was wat zij om hun heen hadden. En dat is precies wat je op die schilderijen ziet. Dus hij was ontzettend populair geworden daar. En toen men er achter kwam dat in Dordrecht dat te koop was, zijn ze waarschijnlijk flink gaan bieden. En op een gegeven moment was heel Dordrecht uitverkocht, zeg maar. Oké, in het najaar in ieder geval, hoewel de Cuyp-tentoonstelling een jaar is uitgesteld, in het najaar in volle glorie te zien in het Dordrechts Museum. Ja. Op tijd klaar? Ja.